kijken naar een gloednieuwe Akinator. Vandaag gaan we weer proberen Akinator te verslaan. En hopelijk gaat het lukken. Ja, dat was een beetje raar. En nog gaan we even een leuke leeftijd bedenken. Als we nou, we doen 122 als hij het doet. Ik weet niet of het goed is, maar we doen het maar gewoon. Oh, de maximale waarde is 100. Nou, dan doen we 100, hè, stomme Akinator. Speel. Dan gaan we even een persoon bedenken. Kim Holland. Dat lijkt me wel een leuke. Oké. Heeft hij een vriendin? Nou, het is een zij, dus nee. Is het personage een man? Nee. Woont je personage in Nederland? Ja. Is het personage bekend van YouTube? Nee. Kent je personage jou persoonlijk? Misschien. Maar nee. Is het personage een pornoster? Dit kan hij niet zo snel weten, nee. Is het personage momenteel meer dan 40 jaar oud? Volgens mij niet, dus nee. Heeft hij of zij bruin haar? Nee, want het is volgens mij blond. Is het personage bruin haar? Dat vroeg ik toch net ook al. Maar ja, nee dus. Is het personage verliefd? Weet ik niet. Is de moeder van je personage nog in leven? Waarschijnlijk wel. Is een personage momenteel meer dan 40, 50 jaar oud? Nee. Is ze sexy? Ja. Is hij of zij getrouwd? Waarschijnlijk niet. Zijn ze ooit getrouwd geweest? Waarschijnlijk niet. Is het personage aardig? Nou, ik ken haar niet echt, dus dan weet ik ook niet of ze aardig is. Dus weet ik niet. Is het personage oud geworden? Ze is toch niet dood? Dus nee. Heeft het personage een kind? Waarschijnlijk niet. Woont je personage in Alphen aan de Rijn? Nee. Is hij een homofiel? Het is een zij, dus nee. Ik denk aan Bobby Eden. Ha! Mis! Het is hem niet. Dat is hem niet. En nou doet hij raar, want ik ben volgende. Nee, want ik vind jou niet aardig. Wie denk je? Kim Holland. Versturen. En dan, als je krijgt in de volgende porno. Het is die. Weet je, soms vind ik Akinator gewoon stom dat ik hem niet heb verslagen. Maar nu denk ik, ik heb je verslagen, Akinator. Ik heb geen medelijden met je. Dus, jammer. Nou, we gaan nog een keer spelen. En nou doen we een zanger of zo. Niels Geusbroek. Is het personage een vrouw? Nee. Is het personage een Nederlandse YouTube gamer? Nee. Is het personage afkomstig uit Nederland? Ja. Sorry, mijn kippen zijn dat ook. Is het personage momenteel meer dan 40 jaar oud? Nee. Dat was een geit. Weet je personage bekend door het internet? Nee. Is het personage bekend? Ja. Is je personage bekend door sport? Nee. Is die een zanger of zangeres? Ja. Komt je personage uit Volendam? Nee. Zit deze persoon in een band? Nee. Is je personage homoseksueel? Nee. Is je personage een rapper? Nee. Is je personage momenteel ouder dan 30 jaar? Ja. Ziet je personage zijn kinderen nog? Weet ik niet. Zingt je personage liedjes in het Engels? Ja. Is je personage kaal? Nee. Is je personage heel klein? Nee.
Zingt jouw karakter vooral country-stijl? Weet ik niet. Is jouw personage blond? Waarschijnlijk wel. Deed jouw karakter mee aan de Voice of Holland? Waarschijnlijk wel. Speelt je karakter in de tv-serie Attack of Titan? Nee. Woont je personage in Nederland? Ja. Is je personage blond? Nee. Heeft je personage een donkere huidskleur? Nee. Is je personage een zanger? Ja. Ik denk aan... Niels Geusbroek, hij heeft het gewoon goed. Hij heeft het gewoon goed. Dat, Hoort ze daar naar Kanater. Nou doen we, Weet je wat? We hadden net Kim Holland. En hij dacht aan Bobby Eden. Nou doen we Bobby Eden. Maar dan moet hij denken aan Kim Holland. Gaat het lukken? Ik hoop het wel. Dus we doen Bobby Eden. Is je personage van het vrouwelijk geslacht? Ja. Zit je personage nog op school? Nee. Is je personage blond? Ja. Zo blond. Is je personage een pornoacteur, actrice? Ja. Is je personage meer dan 40 jaar? Waarschijnlijk wel. Is de moeder van je personage nog aan leven? Weet ik niet. Woont je personage in Alphen aan de Rijn? Nee. Zit hij bij de Kingdom Entropia? Nee. Heeft je personage bruin haar? Nee. Komt je personage uit een Europees land? Ja. Heeft zij zijn grote borsten? Ja. Is het personage verliefd? Weet ik niet. Heeft het personage een bijnaam? Weet ik niet. Ziet je personage soms geesten? Nee. Is hij of zij getrouwd? Waarschijnlijk wel. Heeft het personage in Amerika? Nee. Is het personage momenteel meer dan 50 jaar oud? Nee. Is het personage aardig? Waarschijnlijk wel. Heeft het personage ooit topless geposeerd voor een tijdschrift? Ja. Heeft het personage een kind? Nee. Is het personage oud geworden? Nee. Heeft hij of zij bruin haar? Nee. Is het personage ooit getrouwd geweest? Waarschijnlijk wel. Is het personage rechtshandig? Ja. Ik denk aan... Bobby Eden! Hij heeft het goed. Porno-actrice. Ja, lalalala. Goed gedaan, Akinator. Ik vind je echt heel goed. Maar, dit was het wel weer voor deze Akinator aflevering. Vond je het nou een toffe video? Geef dan even een duimpje omhoog. Wil je meer van ons zien? Abonneer dan gelijk even op ons kanaal. En misschien komen er wel meer Akinators online. Dat denk ik namelijk wel. Dus, I see you later.